De offshore windindustrie is een grote markt die bijdraagt aan duurzame energie. Er zit heel wat staal verwerkt in windmolenparken op zee. Daarom gaan we langs bij smulders om meer te leren over de staalconstructies die gebruikt worden in de windparken. Voor een windmolenpark op zee wordt een groep turbines op zee geplaatst. Daar kunnen ze maximaal wind vangen en omzetten in elektriciteit. De staalconstructies zijn nodig om de windmolens gedurende 25 jaar onder de onstuimige omstandigheden op de Noordzee op hun plek te houden, zodat ze veilig hun werk kunnen doen. De stroom wordt vervolgens verzameld in een offshore substation, een hoogspanningsstation, van waar de stroom getransporteerd wordt naar het land. In de Noordzee zijn momenteel ongeveer 60 windmolenparken. 8 daarvan zijn van Nederland. Met de 8 parken kan Nederland op dit moment een capaciteit genereren van ongeveer 3 gigawatt. Dan moet u denken aan 3 miljoen huishoudens van elektriciteit voorzien. De komende jaren zal het uitgebreid worden naar 11 gigawatt. En met 11 gigawatt voorzien we in ongeveer 9% van de Nederlandse energiebehoefte. Duurzaam ondernemen voor een staalconstructiebedrijf betekent vooral zich laten leiden door de 17 Sustainable Goals, zoals die gedefinieerd zijn door de Verenigde Naties. En vooral de CO2-prestatieladder. Dat betekent dat er fossielvrij staal wordt aangekocht en dat door heel de supply chain deze voorwaarde wordt doorgezet. Een hoogspanningsstation op zee is een grote stalen constructie die de geproduceerde energie van de windmolens verzamelt, bundelt en via een dikke kabel naar de wal stuurt. Ook verzamelt het substation alle gegevens over de windturbines. En dat is handig voor de operatie en het onderhoud van deze windmolens.